Het is zondagmiddag 31 januari. Je zou het buiten niet zeggen, maar hier binnen zijn zomerse sfeertjes. Wim en zijn danspartner Doris Troy zijn heerlijk salsa aan het dansen. En wij gaan eens even precies uitvogelen wat salsa nu precies is. Ik zei het al, lekkere zomerse klanken. Met de zomer in het vooruitzicht is het dus heerlijke muziek, Doris Troy. Salsa, van waar ben jij salsa gaan dansen? Ik dans eigenlijk al vanaf mijn 10e salsa. Ik heb in een salsa in een dansgroep gezeten, waaronder salsa muziek. Maar het was eigenlijk een showdansgroep. Dus en ja, een paar jaar geleden ben ik Wim tegengekomen en wij voelen elkaar heel goed aan. Dus sinds een paar jaar is Wim mijn danspartner. Bij haar kan ik het me heel goed voorstellen, Wim. Maar jij is een blanke Wernoutenaar en dan toch die zwoele heupen. Hoe komt iemand daartoe? Ik ben een neger met blonde ogen. Werd wel eens gezegd trouwens. Nee, ik heb altijd al gedaan. Vanaf mijn 14e, 15e, als puber. Thuiskomen, huiswerk maken, boek opzij. Helemaal leeg swingen en dan slapen. En ik danste terwijl mijn leeftijdgenoten achter de meiden aan zaten. Ik danste, met mijn eigen hobby. En waarom dan speciaal de salsa? Nou, het is eigenlijk redelijk willekeurig ontstaan. Ik sprak als Spaans, ik studeerde als Spaans. Ik danste al, ik speelde al muziek uit Cuba. Tot ik in 1995 bij toeval op een cursus terechtkwam, salsa dansen. Ik dacht, kijk wat het is. Proefles en ik was ontzettend verkocht. Ik dacht, dit is echt mijn ding. Dat is altijd gevoeld. Waarom dan? Er zijn zoveel verschillende soorten dans. Waarom dan toch per se salsa? Ja, salsa, zit het aan de muziek? Salsa moet je voelen, inderdaad, de muziek. Dat doet wat met je. En je hebt het of je hebt het niet. Maar ik zeg al, Wim is voor mij het voorbeeld. Want mensen roepen heel vaak van, blanke mensen kunnen geen salsa of dit soort dingen. Jullie hebben het in je, hè? Jullie hebben losse heupen, zeggen ze altijd. Dat klopt wel. Zwarte mensen krijgen dat inderdaad met de paplepel ingegoten. Maar voor mij is Wim het voorbeeld dat blanke mensen kunnen dansen. Salsa is een Spaans woord, saus. La salsa saus. En het is eigenlijk een verzameld begrip dat is ontwikkeld en met meer prongelijk ontstaan in New York in de jaren 70. Toen al die Latino's, Colombianen, Dominicanen, Cubanen in al die barrios in New York elkaar ontmoeten, gingen improviseren, sessieën, gewoon elkaars dingen te overnemen. Het was redelijk improvisatie. Toen iemand zei, het is gewoon een saus van alles. Dit is een verzamelstijl. Het staat ook niet in een boek van, nou moet je die pas doen en nou moet je die pas doen. Het is dus een beetje improviseren, als ik het goed begrijp. Klopt, maar na studie, als je gewoon kijkt naar al die stijlen, dan is er echt vanaf Colombia tot Venezuela, Puerto Rico, Cuba, al die landen ken ik qua stijl heel goed, allemaal één ritmisch motief. En dat is echt kort, kort, lang, rust of kort, 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 tik. Denk maar, twee passen, links en rechts. Om de beurt gealterneerd, samen in 8 tellen, 2x4 of 1x8. En dat ritmische motief is universeel. Het enige improvisatie is de choreografie. Naar voor, naar achter, gekruist. En draaicombinaties. Maar die kom je bij spreken ook tegen in rock'n'roll en in andere volksdansstijlen. Maar ritmisch is het een motief. Daarom is het ook zo simpel wat mij betreft. Ik leg vooral accent op het ritmische stukje van de salsa dansen. Dus hoe is de salsa pas opgebouwd? En dan begin ik vaak gewoon eenvoudig met te tellen, tot 4 te tellen. Kort, kort, lang. Kort, kort, lang. En dat moet worden vertaald naar de voeten. Bijvoorbeeld, ik weet niet of de camera mee kan kijken naar mijn voeten, maar als ik bijvoorbeeld kort, kort, lang. Kort, kort, lang. Achter, achter. Ah. Of opzij, doet het niet toe. Het gaat erom dat je telkens deze pas terugkomt. Dat de stap, stap, stap. Nou, dat pikt bijna iedereen van nature vrij snel op. Het is een ritme dat komt zelfs in popmuziek terug. Bam, bam, bam. Nou, die vertaling van naar de rest van het lichaam, dat is natuurlijk een proces dat kost een paar weken tijd. Ik moet aan de muziek wennen. Maar ik ben niet iemand die eist dat mensen binnen 3 weken kunnen dansen als Michael Jackson of zo. Dat kan ik zelf trouwens ook niet. Maar je kunt wel. Ik ben natuurlijk muzikant en ik probeer die accenten of de eigenschappen van muziek mee uit te leggen. Van, dit nummer is bijvoorbeeld, nou hoor je een conga, of nou hoor je een koebel, of nou hoor je maracas, of claves, waarmee het accent van de Cubaanse muziek wordt ingezet. Mm. En die vertaal ik ook, en laat ik ook mensen ook meedoen terwijl ze die passen oefenen. Achter, stap het rechts terug, sluit het links aan, rust. Dan krijg je dus stap, 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 rust, stap, stap, stap. Rust. En deze pas is vrij naturel.
Hij is niet ingewikkeld. En die kun je ook naar voren uitoefenen. Voor en terug. Je geeft aan rechts achter en terug. Links voor en terug. Nou, dat zijn twee varianten van een ritme met hetzelfde pasje. Tempo is kwestie van minuten bijna. Je begint weer met een nieuwe cursus salsa dansen. Dus als de mensen nou denken van, oh, dat lijkt me leuk, heerlijke muziek, ik wil dat ook. Wanneer ga je eraan beginnen? Op zondagavond 7 maart. Voor de kijkers van Ros op zondagavond 7 maart. Tweetalig. Maar er is een frequentie van 1 keer per 2 weken les. Als het goed is, als het lukt, 2 groepen. Beginners en gevorderden. Zo niet te gaan de gevorderde is vroeger in de avond, vanaf 8:30. Ik krijg lessen 1 uur en 1 kwartier ongeveer. Ik loop vaak uit, ja, dat is... Iedereen... Hoort erbij bij de muziek? Ja, hoort er zeker bij, ja. En niet, als het goed is, 7 lessen tot begin juni. En dan is er weer vakantie bijna en dan stop ik ermee, tot na de vakantie. En jullie gaan dat samen doen, hè? Daar gaan we in ieder geval met 2 in staan. Dat is mij ook een eerste keer, daar heb ik heel veel zin in. Want we hebben vaak samen gedanst, samen workshops gedaan, maar nog niet echt samen lesgegeven. Maar ik ga het ook gewoon van ergens. Nou, hartelijk dank voor de leuke demonstratie, maar zondagmiddag kan iemand stuk. En ik wens jullie heel veel succes en veel plezier met de cursus. Ombligo en luna, en las estrellas, un farolito.